Spookhuizen, vele ver van ons in Zuid-Amerika, in Brazilië, maar in het bijzonder in Colombia. Waar de zon de mensen bruint en de korenvelden blik, waar de allerbeste koffie van de wereld wordt gekweekt. Daar loopt Juan Valdez met zijn zoontje aan zijn hand, te wandelen op de vlakte waar de zon zo vreselijk brandt. En dan gaan ze met z'n tweeën naar de koffietuin, en dan zoeken ze de bonen uit die gaaf zijn rond en bruin. Van Juan Valdez, van Juan Valdez, van Juan Valdez, van Juan Valdez. En al die mooie bonen gaan in een grote zak. De zak van Juan Valdez, oh, hij draagt hem met gemak. En als hij twee zakken vol heeft, dan gaat hij naar de zee, waar de vrachtboot ligt te wachten en die neemt de bonen mee. En zo sjouwt Juan Valdez steeds zijn zakken naar het strand. En als het schip dan vol is, vaart het weg naar Nederland. En de planters zijn gelukkig en tevreden allemaal, want ze kregen meestal 85 cent ervoor.